Mijn naam is Dutch Schuber en ik sta op het punt om iets te doen wat normaal gesproken alleen de makers van Minecraft kunnen. Ik heb het hier niet over Minecraft Survival, ik heb het hier niet over Adventure, Hardcore en zelfs niet over Creative, waarin je kunt vliegen en eigenlijk alles kunt doen wat je wilt. Ik heb het hier over in Survival zitten, maar de mogelijkheid tot Creative Plus. En Creative Plus is een game mode waarvan eigenlijk bijna niemand weet dat die bestaat. Het is een game mode die jou de permissie geeft om items te gebruiken die of uit Minecraft zijn verwijderd, of alleen gebruikt en geplaatst kunnen worden door makers of mensen die bij Minecraft werken. Dit is in ieder geval wat ik op de pagina las van deze mod. Jongens en meisjes, we gaan lekker beginnen. Ik heb er heel erg veel zin in. In deze kist liggen en zitten alleen de dingen die de maker van Minecraft kan gebruiken op dagelijkse basis. En ik geloof niet, sterker nog, ik weet 100% zeker dat jij deze video niet eerder kunt liken dan dat ik een kijkje neem in de desbetreffende kist waar ik het net over had. En de tijd gaat nu in! Heb je al geliked? Je hebt nog niet geliked? Dan heb je de challenge denk ik verloren, want let's go! Jongens en meisjes, dit is waar het om gaat. Sommige dingen ga ik uittesten in Creative en andere dingen ga ik uittesten in Survival. Laten we beginnen bij het begin. Wij hebben hier verschillende soorten saplings. En normaal gezien, wanneer je deze zou willen laten groeien, dan heb je daar natuurlijk bone meal voor nodig. Maar wat als ik jou vertel dat ik hier de instant bone meal heb? Een bone meal waar bijna niemand van weet. Maar met één druk op de knop is de boom volgroeid. Hoe episch is dat? Met één druk op de knop, jongens. Besef dat. Het is werkelijk waar bizar. Het volgende wat ik heb zijn monster spawners. Geloof het of niet, maar deze kun je normaal gezien nooit krijgen in Creative. Misschien wel met een of andere code, maar niet wanneer je gewoon in Creative zit. En ik kan ze op dit moment gewoon letterlijk overal spannen. Het is gewoon bizar. I love it. Het volgende wat we hebben, en misschien nog wel een van de meest interessante dingen, is water, lava en portaal. Normaal gezien kun je het alleen vanuit een emmer krijgen, maar dit is hoe lava eruit zou zien als een van de makers van Minecraft het zou willen plaatsen. Idem dito met het water en idem dito met de portal. Geloof dat niet, jongens, maar dit kan bijna niemand. Tenzij je natuurlijk de mod hebt geïnstalleerd. In feite kan ik het ook niet zonder de mod, maar het gaat even om het idee. En als ik hier dus zou instaan, dan teleporteer ik mijzelf ook naar de Nether. Het is gewoon super episch. Maar daar stopt het nog niet. Dit hier is namelijk geen item wat nu bij de mod komt. Dit is een item wat daadwerkelijk bestaat en wat ik nu dus ook gebruik. Het heet een barrière. En je plaatst hem. En niemand kan er meer langs. Kijk, let op. Ik kan hier dus nu gewoon letterlijk... Ja, ik kan er nu langs makkelijk overheen komen, omdat ik dat automatisch heb aanstaan. Nee, laat maar. Ik kan er niet meer langs. Ik kan er niet meer langs, omdat ik deze onzichtbare barrière heb geplaatst. En ik weet dus dat er manieren zijn in normaal Minecraft, zonder een mod zelfs, om dit te krijgen. Maar dan heb je er weer bepaalde codes voor nodig. En dit is zonder die codes in kwestie. Het volgende wat we hebben, daarvoor zal ik toch even in Creative moeten zitten. Ga eens even weg. Het gaat hier namelijk om de enige echte flight speed adjuster en de walk speed adjuster. Dit is nu hoe ik vlieg. Maar doe ik twee keer rechte muisknop, dan is dit hoe ik vlieg. Oh, zo weer een stukje sneller, right? Doe ik vijf keer rechter muisknop, dan is dit hoe ik vlieg. Oh, jongens. Oh my gosh. Ik kan letterlijk... Oké, let op. Hoe ver kunnen we gaan? Jongens. Uh-oh. Als ik één keer op spatie druk, zit ik letterlijk op het allerhoogste niveau wat iemand kan zitten in Minecraft. Ik... Oh, jongens. Kijk hier. Er staat boven mijn toolbar dat ik momenteel meer dan een miljoen keer sneller ga. Oké, laten we hier maar stoppen, want dit is exact het punt waarop het fout gaat. Ik maak mezelf eventjes af. Hoe raar dat misschien ook wel niet klinkt. Maar dat zorgt er namelijk voor hoe snel ben ik nu. Oké, nu ben ik gewoon weer normale snelheid. Hetzelfde kun je doen met deze groene stok. En daarmee kun jij je loopsnelheid beïnvloeden. Ik ben nu twee keer sneller. Ik ben nu vier keer sneller. Dat is eigenlijk al een beetje oncomfortabel aan het worden. En nu ben ik 16 keer sneller. En ik ben dus nu al zo snel dat ik letterlijk door de Minecraft wereld heen ren. Maar ik kan natuurlijk ook 500 keer sneller zijn. Oh, jongens.
Oh jongens, ik ben zo snel dat ik letterlijk niet meer zie wat ik doe. Dit is bizar. Maar het gaat nog een stapje verder. Ik heb hier namelijk iets wat bijna niemand kan in Minecraft. En zorg dat je je ogen goed openhoudt, want je staat op het punt om het onmogelijke bij te wonen. Ik kan namelijk dingen plaatsen in de lucht. Ja jongens, jullie zien het goed. Normaal gezien kan dit natuurlijk helemaal niet in Minecraft. Maar met deze Creative Plus kan dat dus wel. De geheime Minecraft game mode, jongens. Het is werkelijk waar bizar. Maar daar houdt het ook niet op. Nee, nee, nee. Het gaat nog een stukje verder. Ik heb hier namelijk de zogenaamde Fill Wand. Ik kan al dit zand in 1 seconde laten veranderen in steen. Je gelooft me niet? Je gelooft me nog steeds niet? Geloof je mij nog steeds niet? Het kan wel degelijk. Als ik dit bijvoorbeeld wil gebruiken op een gedeelte gras wat ik niet mooi vind. Bijvoorbeeld dit hier. Bam. Laat ik alles in steen veranderen. Waar het schaap op loopt. Bam. Laat ik alles in steen veranderen. Het is allemaal mogelijk in een fractie van een seconde. Deze lange lijn met dirt niet mooi. Bam. Dan, oh. Ja, toch wel. Dan verander ik het in steen. I love it. Ik vind het persoonlijk een hele leuke toevoeging. Maar ook daar houdt het nog niet op. Hier heb ik namelijk de Invincibility Ring. En dit zorgt ervoor dat iemand die in Minecraft speelt, als ik deze ring aan die persoon geef, dan kan die niet meer afgaan. Dan is er geen enkele manier meer waarop die kan afgaan. Als hier nu onder mij een speler loopt en ik doe dit en hij pakt hem op, dan kan die niet meer afgaan. Ook al gaat hij in de mond van de Ender Dragon zitten en begint de Ender Dragon, gaat hij niet af. Super episch als je het mij vraagt. Dit is de Flying Ring. Dit zorgt ervoor dat een speler die normaal gezien gewoon in survival zit, alsnog de mogelijkheid heeft om te vliegen. Ik weet niet of ik het ook kan. Misschien wel. Ja, ik kan het ook. Ik kan dus nu gewoon vliegen. En met deze ring in mijn hand kan ik, als het goed is, niet afgaan. Dus ik kan mezelf rustig gewoon laten vallen. En ik doe geen falling damage. Nou, dat kan ik dus niet doen op deze manier, geloof ik. Ah, jawel. Het gaat er gewoon om dat ik ze bij me draag. De persoon die hem bij zich draagt, kan niet afgaan. Alleen als ik zo doe, kan ik natuurlijk wel afgaan met slash kill. Want dat is een command. Dat werkt weer anders. En als allerlaatste, de God Tools, jongens en meisjes. De tools van Notch. Als allereerst de Godbreaker. Check this out, jongens. Bam! Bam, 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 bam. Hiermee kun je ongelooflijk chill minen. Check dit. Binnen enkele seconden ben ik zometeen gewoon op het bedrock niveau. Wacht eens even. Ik dacht heel even dat ik het bedrock zelfs kapot kon maken. Dat was echt... Jongens. Ik maak gewoon letterlijk gedeeltes van het... Ik heb bedrock kapot gemaakt! Wat?! Bedrock hoort eigenlijk de enige steensoort te zijn die niet kapot te maken is. Maar ik heb het gewoon voor elkaar gekregen, jongens. En dit hier is de God Pickaxe. En check this out, jongens. Deze gaat zo snel. Het gaat nog sneller dan in Creative gewoon een beetje om je heen slaan. Dit is bizar. En dan natuurlijk de Gold Sword. En als jij je afvraagt van, Job, hoe sterk is dat zwaard nou precies? Dat vind ik een hele verstandige vraag om te stellen. Want jij kunt natuurlijk ook niet zomaar ervan uitgaan dat dit ook daadwerkelijk het allersterkste zwaard in de wereld is. Nou, dat is het wel. En ik ga jullie dat op een hele makkelijke, vrij simpele simplistische manier laten zien. Dat kan ik helaas niet in de overworld, maar enkel in de end. Daarvoor pak ik het zwaard erbij. Ga ik naar het allersterkste monster in Minecraft die zichzelf op dit moment nog aan het healen is en alles wat er om zich heen staat, namelijk die dingen. Normaal gezien kun je de Ender Dragon nu niet killen, maar als jij dit zwaard hebt en jij gaat naar hem toe en jij weet hem op de juiste manier te raken, dus eigenlijk gewoon zo, dan heb jij de Ender Dragon ingemaakt in 1 klap! Believe it or not, maar dit is het allersterkste zwaard wat er bestaat in Minecraft. En ook hier kun je met de hamer gewoon helemaal naar beneden graven. Zo ver dat je uiteindelijk waarschijnlijk uitkomt in het niets, denk ik, hoop ik. Yes, 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 jongens, wij hebben een gat door die end heen gegraven. Dit is dus wat er gebeurt als je in Creative Plus speelt. Je bent eigenlijk een soort van de god van Minecraft. En ik vind het werkelijk waar een van de meest epische dingen die ik ooit heb meegemaakt. Ook Obsidian kun je gewoon rustig breken. Alles is mogelijk. En ik denk zelfs het Ender Dragon Egg te breken. Jongens. Ik heb zelfs de portal gebroken. Er is nog maar 1 stukje over. Besef dat, man, bro. Oké, dat is werkelijk waar bizar. Dit is eigenlijk alles wat ik jullie wil laten zien. Ik ga jullie even checken. Ik ga jullie even showen hoe het eruit ziet. Wanneer je het probeert te gebruiken in Creative dus, hè, in Creative Plus. Je hebt hier bijvoorbeeld gewoon een endportal, die kun je neerzetten en dan kun je erin gaan zitten. Besef dat ik hier gewoon letterlijk nu mijn eigen endportal aan het maken ben. Hoe bizar is dit, jongens? Kijk dan. Ik ben letterlijk gewoon mijn eigen endportals aan het neerzetten. Hetzelfde kun je trouwens doen met de end getaway. Kijk dan. Dit is bizar.
Dit is zo enorm gaaf. Ik plaats gewoon stukken van de End Gateway. Wat heb je nog meer? Ik heb het meeste geloof ik al laten zien. Oh ja, je hebt ook stukken hout die aan geen één kant gesneden zijn. Als jullie niet snappen wat ik bedoel, kijk, het is gewoon letterlijk een solide stuk met hout. Heb je geloof ik in geen enkele Minecraft variant. Dus dit is bizar, jongens en meisjes. Ik ga jullie bij deze hartelijk bedanken voor het kijken. Vond jij dit nou een leuke video? En voor de mensen die zich afvragen, Job, kun jij dan ook daadwerkelijk die end portal breken met een hamer? Ja, dat kan. Dat is inderdaad ook bizar. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan heel gratis en vrijblijvend hieronder. Bedankt voor het kijken. En ik zeg, Creative Plus is awesome. Adios.